Verborgen Verlangens is een bijzonder project van de Zorggroep en het Groene Kruis, waarbij kleine wensen worden vervuld. Mevrouw Jacobs heeft de ziekte van Parkinson. Ja, ze zit eigenlijk de gehele durende dag zit ze in de rolstoel. Normaal is ze in de communicatie is ze best moeilijk en dat komt dan vanwege haar ziekte. Haar wens was paardrijden. En het heeft even geduurd voordat dat eruit kwam, want ze werd er behoorlijk emotioneel bij natuurlijk. If you're not here for me, give it to. What good is love? Hallo, ik ben Alle van Meneertje de Heuf. Kijk mevrouw Jacobs. Dat is Chantal. Oh, die wil wel met je knuffelen. Wat een lieverte, hè? Paarden zijn een rode draad door haar hele leven geweest. Van begin af aan tot de Parkinson haar een beetje parten speelde. Zodra ze 9 jaar oud werd, is ze op het paard gezet door haar oom Fons. En dan later heeft ze dus ook andere paarden gereden en is dan later in de springsport terechtgekomen. Kom maar ruiken. Ja, ruik maar. Ja, nee. Is het goed, hooi? Deze dag is voor haar heel erg emotioneel en dat komt gewoon dan geen woord uit. Maar ik zie gewoon aan haar dat ze in volle teugen geniet alleen al van het contact, het ruiken van de stal. Dat maakt al veel uit. En dat is een gemis geweest die laatste jaren dat ze in een verzorgingstehuis zit natuurlijk. Kijk. Oh. Kijk in de neus. Dit is Sarah. We'd have time. Dat is heel erg fijn. Ik ben in de buurt. Alles goed? Emotioneel komt voor haar heel veel terug uit het leven. Het hele leven heeft met haar paard te doen. En dit contact is dan weer een gevoel. Veel gevoelens die terugkomen van vroeger. Ook vele gedachten.